mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabijdja gaat niet op de foto staan. Hè. Wat een machtsontplooiing. En Stibar is de pijper. En komt Van Avermaet nog terug. Komt Van Avermaet nog over Stibar. Komt Van Avermaet nog over. Van Avermaet, het moet. Het is Van Avermaet. Van Avermaet. Delirium. Dat Van Avermaet. Is het aan het gebeuren? Komt Viviani nog? Is het Van Avermaet of Viviani? Het is Van Avermaet die het haalt. Een Olympisch goud. Olympisch goud voor de weg Van Avermaet. Voilà. Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen op één. Tom Boonen is wereldkampioen. Dag luisteraars. We zijn toegekomen aan onze eerste echte aflevering. De trainingsperiode zit erop. De winterkilometers zijn gemaald. De trainingswielen maken stilaan plaats voor de hogere tube variant. We zijn klaar om te gaan, het mes tussen de tanden en we zien wel waar we landen. Voor onze eerste aflevering kozen we voor een jong Belgisch klimtalent. Hij startte zijn carrière bij de Tielse Renners en hierna reed hij in het shirt van Krabbe, a.k.a. de Krabbers, naar enkele mooie ereplaatsen en overwinningen in klimkoersen bij de junioren. In diezelfde categorie hielp hij Remco Evenepoel in 2018 naar de wereldtitel te Innsbruck. Deze goede resultaten werden beloond met een stek in de opleidingsploeg van Lotto Soudal. En in dit shirt reed onze gast naar een tweede plek in de Baby Giro, waar hij enkel supertalent Tom Pidcock voor zich moest dulden. Dat dit geen toevalstreffer was, bewees hij met onder andere ritwinst in Tour de l'Isère en andermaal een stek op het eindpodium in de Baby Giro van vorig jaar. Met zulke adelbrieven was een profcontract in de World Tour dan ook een logisch gevolg. Hij reed vorig jaar al voor de opleidingsploeg van DSM, maar is sinds dit jaar en ook volgend jaar volwaardig lid van de profkern. Verder begeert onze gast de kunst van het dalen zoals geen ander en geeft hij dan ook heimwee naar het dalen op de buis. We kunnen hem nu al een vriend van de show heten, The Man from Dentergam. Welkom, Henri van Nabele. Ja, merci Benjamin. Schone woorden. Prachtig gezegd. Hè. Welkom, Henri. Juist terug uit Gran Canaria, al schoon gebronzeerd ziek. Ja, sinds gisteravond teruggekomen. Het zonnetje meegepakt uiteraard. Ja. Daar is geslaagd. Hoe getraind voor 14 dagen lang. Stage, hoe verloop? Ja, redelijk. Ik moet zeggen, ik was een beetje aan het twijfelen om naar Tenerife ook te gaan. Tenerife springt er misschien nog een beetje bovenuit. Maar het was wel in orde. Wat is het grootste verschil tussen Tenerife of Gran Canaria? Ah, wel, ik denk dat Tenerife misschien nog ietsje beter weer heeft. En vooral op de top van de tijden. Wij hadden vooral, ja, als wij naar de top reden in Gran Canaria, dan waren we meestal in de wolken en was het echt wel koud. Dus we zijn eigenlijk maar 3 keer of zo over de top geweest. En dan was het wel, het was wel goed. Maar voor de rest altijd goed weer gehad? Ja, het was wel... Dus een beetje klagen voor niks eigenlijk. Het licht gaat hier aan en ja. We krijgen een spirituele beïnvloeding. Heb je iets fout gedaan, Harry? Wat heb je nog meegepakt van Gran Canaria? Ah, ja, we hebben daar redelijk wat karma gehad. Dus kunnen... Hey, Lotta Gent, hè, man. En wie zat er daar? Met Toon Kleinens, belofterenner van Elevate Cycling Team. Ja. Vorig jaar derde in de vredeskoers bij de beloften. En volgens mij ook wel echt een groot talent voor de echte bergen eigenlijk. Welke koersen gaat hij rijden, of weet je dat wel? Hij wacht nu nog tot Volta Limburg, 2 april. Die rijd ik ook normaal. En hij werd toen naar de Baby Giro vooral, denk ik, en de Ronde van de Toekomst. Dus dat zal zijn belangrijkste doel zijn deze jaar. Schoon programma. Ja, Luca, jij leerde gereden. Kort verslag. Ja, dat is op 30 seconden ga ik dat hier vertellen. Maar, het was de kermiskoers, zoals een kermiskoers moet zijn. Natuurlijk... Poefen. Ja, poefen. Van achter gestart, hè. Zoals wij dat altijd doen eigenlijk, zoals wij dat iedereen hier gewend is. Maar ja, een peloton van 170 man met direct een knikskes. En op de rekker, hè. Maar uiteindelijk heeft het mij toch een paar ronden gekost om erin te komen. Ik zei het, ja, als je Harsla 170 gemiddeld hebt voor 2 uur 45, dan zijn we wel diep gegaan. Nu, maar uiteindelijk 15e en ja, de slag wel gemist. Het was 12 man weg, niet meer weer gezien. En dan een halverwege koers er nog met een klein groepje proberen naartoe te rijden. Maar het was
Kals was verdronken. Hetzelfde boek dan bij de junior? Of? Nee. Het was niet de grote steenweg. Oh. Dat bedoelde, hè? Ja, de steenweg. Ja. Nee, het was echt een heel andere kant met drie knikjes. Het was 1400 hoogtemeters op 110. Het vind je dat onvredelijk? Voor de klimmers. Nee. Kan ik helemaal passeren dan. Ja. En met de fiets naar huis nog, Luca? Of? Nee, ik was heel net af. En ik ben wel nog mee de fiets naar daar gereden. En ik had dan al het gevoel dat niet echt mijn dag ging worden. Nee, het was al te donker. En even de moral niet. Oké. Okay. Ja, en volgende week? Staat er volgende week? Allee, volgende weekend op programma? Nu zondag de nieuwe koers, Get Up Cup in Hawaii. Get Up Cup, ja. Geen idee waar dat die naam komt, maar Ardennenkoers. Dus nice. Op zich wel mooi. Het is wel heel vroeg op het jaar. Een redelijk lastige koers, moet ik zeggen. Klimmersbeen bovenaan. Ik moet dus ook niet. Maar kijk er wel naar uit. Blauwe is parcours, dus bekende klim? Nee, ik denk de Lorsseen begin, langs Bru. Dat is direct achter 10 kilometer patat. Maar dan reizen een grote tour langs Durbuy. Dus dat is eigenlijk golvend. En dan nog een plaatselijke tour. Het is arrivé op de Niastère, dacht ik. Dus een beetje van de nieuweling, de klimkoers. Dus pittig, denk ik wel. Oké, en Daan. Net terug van Toscane. En daar ook de strade gekeken. Hoe was het bij u? Zeker, het was super fijn, hè. Om te beginnen, Toscane, prachtige regio om op reis te gaan. En natuurlijk, als je daar dan bent in het weekend van de Strade, dan kun je niet anders dan die heroïsche koers toch meepikken. Toeval bestaat zeker. Nee, inderdaad. een tijdje terug naar het prachtige Italië gaan. En dus dan dacht ik, kom direct in de week van de Strade. Vorige week woensdag opgegaan, dan ganse nacht gereden, de donderdag gearriveerd. En op vrijdag natuurlijk mijn voorbereiding getroffen voor de zaterdag de Strade te gaan zien. Vrijdag eerst naar Siena, naar het prachtige Piazza del Campo. En ik verschoot daar al direct, want je zou denken, minder dan 24 uur voor de wedstrijd zou je dat toch al iets zien, hè, van zo'n koers. En er was nog niks. Daar stond geen draaiken. Er was nog geen lijn getrokken. Had er mij toen iemand gezegd van, ja, jongen, het is morgen geen Strade. Hè. Ik had het geloofd. Hè. Het schijnt dat er wel al een fout geparkeerde Audi is. Dat is voor straks. We gaan chronologisch. Opbouwen naar dat hoogtepunt. Ja. Dus ik stond daar met mijn vriendin op de Piazza del Campo. En plots zag ik dan toch nog gelukkig twee UCI-commissarissen. Dat ik dacht van, het is toch koers morgen. En één daarvan was Guy Doppelaere, die ik persoonlijk ook wel redelijk ken. Een beetje gekend van programma's zo de ronde achter de schermen. Waar is mijn stilo? Ja. Dat ik die boete nog kan geven. Waar is mijn stilo? Dat ik die boete nog kan geven. Dus, als je een plusje ziet voor te pissen. In de ronde 101, de ronde 102 komt hij mooi uitgebreid aan bod. Maar sowieso een van de belangrijkste Belgen bij de UCI. Guy Doppelaere. Ik zeg, Guy, dat is hier toch koers, hè, morgen? Ja, maar het is op zijn Italiaans, hé. Er staat nog niks gereed. Ik was dan toch al gerustgesteld. Nog even een plaatsje proberen versieren in de wagen bij Guy, maar dat was niet gelukt. Hij zei dan, ik ga morgen mee met de vrouwen. Ik dacht, ik ga toch kijken naar de man. Dan natuurlijk, inderdaad, zoals Ben dan al aanhaalde, dan terug naar mijn auto, hè, naar de Piazza del Campo. Was ik daar toch wel geen zone ingereden, enkel voor bewoners. €85. Ja, kijk. Had ze weer gesponsord. Mooie stadje Siena. Siena, zo kunnen ze toch de Strade blijven daar aan. Financieren. Ze moet van daar aan, hè. En dan eigenlijk na Siena, dan eigenlijk dat het ook de laatste 100 kilometer een beetje gaan verkennen. Een beetje waar ik ging gaan staan de zaterdag. Nooit, hè? Vanaf strook 4, hè. Het parcours verkend, à la José, met een auto. Ja. Vanaf strook 4 en dan eigenlijk bij een stroken uitgekozen. Vooral die strook 8, die Fabian Cancellara-strook, waar dat dan Pogacar uiteindelijk is weggereden. Magnifiek. Eigenlijk, je kunt je zo schoon niet inbeelden. Het is een prachtige omgeving. En ik moet zeggen, ik was verschoten van de lastigheid. Echt mega stijl. Als ik met mijn auto daar reed, dit is... Ik moet zeggen, je zit dan uiteindelijk ook aan de winnaar en dan tweede en zo in de uitslag. Dus ik vind het is meer luik, bastenaken, luik.
dan een ronde van Vlaanderen. Ja, sowieso op die korte afstand. Het is superveel hoogte. Mega lastig, echt. Maar prachtig. Hè. Die Toscaanse heuvels. Alleen magnifiek. Hè. Dan, dus vooral die strook 8 viel me dan op, waar ik dan ook de dag erna stond. Begonnen, mijn vriendin wou graag naar de vrouwen kijken ook. Dus die hebben we eerst meegepikt. Dat was strook 5 bij de vrouwen. Dus dezelfde als strook 7 bij de mannen. En daar Lotte de laatste instructies toegeroepen. Ik zeg, Lotte, bijt die vast in het wiel van Annemiek. En laatste bocht komt eruit. En voilà. En alle contract bij SD-Works. Ja, ik mag naast Anna van den Breggen in de wagen zitten. dus eerst de vrouwen meegepikt. En dan naar strook 3 van de mannen. Niet weggewaaid? Ja, dat was gewoon niet veel. Het was mega veel wind. Oh, je moest een goede wrak aan doen. Dus het kwam echt niet van een helikopter, denk je? Dat is bewezen, maar er was wat commotie over. Echt veel wind. En dus op strook 3 viel al mij direct op dat Lotto daar de kop pakte met Victor. Super nerveus. Je zag dan meer de ervaring à la Philippe van Avermaat. Die zat op strook 3 nog bij de laatste 20 op het gemakske. Ja, maar zo'n koers kun je toch niet het begin pas vanaf strook 5. Ja, ik heb dan dat parcours gedaan. Die eerste stroken zijn nog vrij vlak ook. Dat valt wel nog mee. Ook de klimmen op de asfalt zijn vrij breed. Een beetje Ardennen klimmen eigenlijk. Om dan eigenlijk dan, van strook 3 naar strook 8 te gaan. Ik kon nog eentje tussen doen. Dat zou ik hier in Vlaanderen altijd doen. Maar ik had geen vertrouwen in de Italiaanse politie, hoe ver gaan ze het mee tegenhouden? Gaan ze de baan afsluiten? Dus dan naar die strook Cancellara, waar ik eigenlijk stond. Eigenlijk, Pogacar was net weggereden. Bij mij had hij een twintigtal seconden. Naar hem hebben niks meer moeten roepen, ja. Wat dan? Naar hem hebben niks meer moeten roepen. Niks, go, Tadej. En dan die jongen van de Niels, Carlos Rodriguez. Nu loopt ook op de feiten vooruit. Op de feiten vooruit, maar bon. Ja. Dus een geslaagd weekend. Ja, zeker. En dan nog in Siena geraakt. Daar was ik ook heel tevreden van. Ik stond dan in de laatste bocht. En de boetes van snelheid zouden wel binnen een maand binnenkomen. Ah, nee. Ik heb echt op mijn gemak kunnen rijden. Er was nog veel tijd tussen die strook Canciara en uiteindelijk dan Siena. Op een goede plek kunnen parkeren, niet in een bewonerszone. En dus dan een laatste bocht toch in Siena gezien. Ja. Dat is prachtig om te zien. Henri, zou het een koers voor u zijn, Strade? Of heb je gemist om hem nu niet te rijden? Ja, aan de ene kant wel, maar het zal wel zeker nog kans komen om die koers te rijden. Dus volgend jaar ben ik zeker kandidaat om te starten. Dat was jammer, hè. Waren eerste reserve. En dan Bardet wordt ziek. Ik had u nog gestuurd. Bardet wordt ziek de nacht voor de Strade en jij wordt eerste reserve. Ja. Ik moet zeggen, als ik op dat parcours reed, ik denk wel echt dat dat iets voor u kan zijn. Ja, ook. We weten allemaal wat voor dalerscapaciteit en techniek. Exact. Goed kunnen sturen. Ja, dat is waar. Maar ja, kijk, uiteindelijk gaan ze er allemaal goed op in de doos. Goed tegen de grond. Dus verschade gaat hij er ook bij. Zo dacht de Wout ook waarschijnlijk in zijn zetel. Ja, ik ben wel aan de ene kant blij dat ik nu nog een keer de tijd heb genomen om op stage te gaan en echt goed kunnen trainen. Dus meestal is dat wel hoeveel, echt goed voor de vorm. Hoeveel kilometer heb je dan van dit jaar? Als we dat mogen weten. Oh. Ik zou nog even moeten zien op mijn... Hij gaat ook zo met pieken. Hij zat rond de 6000 te zijn, maar ik weet rond de 6000. Ja, het zal zoiets zijn. Dat kan wel. Aan hoeveel is de jij, Luca? En de hoogtemeters zullen er ook niet naast zijn, denk ik. Wat valt mee? Justijn en Gran Canaria is eigenlijk het lastigste dat ik nu heb gereden. Kalpé. De derde wolf zou zeggen: kom eens in Tenerife rijden. Kalpé, dat is niet. Die heuveltjes in Kalpé. Ja, dat is inderdaad. Daar kun je zeker een half uur op je wattage trappen dat je moet trappen. Op een bocadillo. Een bocadillo. Een bocatoos. Bocadillo, dat is een broodje. Hè. Ja, dan wordt een bocadillo weer. Dat is belangrijk. Hè? Weer, hè. Je mag niet stilvallen. Ja, dat zou wel zijn. Blijf niet, jong. Ja, we doen anders eerst de actua overlopen, jongens. Voordat hier dat we overgaan naar... naar het levensverhaal van onze gast. De momenten van de week, of het ding dat zijn opgevallen de laatste tijd. Wie wil er beginnen? Misschien Luca? Met plezier. Ik heb eigenlijk een
Allee, het is niet echt een moment, maar een naam, Olaf Kooi, de jonge sprinter, 20-jarige sprinter van Jumbo-Visma. Ja, hier moeten we toch weer kijken naar de gele brigade, Jumbo-Visma. Mm-hmm. Ja, ik vind het gewoon zeer opmerkelijk, 20 jaar oud en een real top 3 in massasprinten. Tweede een keer achter Merliert en een keer derde nu na Juwen en Demar, die toch wel al ja, de rappere mannen zijn in het peloton. Dus als je dat al kunt op de 20-jarige leeftijd, zou ik dan misschien al durven zijn richting de nieuwe Fabio Jacobsen voor Nederland. Dus ja, die jongen is echt wel super, super snel, ook ja, leeftijdsgenoot van ons. Al heel snel prof worden ook, maar ja, daarmee doet, hiermee toont hij toch wel aan dat hij dat wel aan kan en waard is. Ja, het zeker ook wel wat aan te komen, denk ik. Ik denk dat vorig jaar of 2 jaar geleden al. Het hem al direct begon te winnen in de profkoersen. Zelf Bartali, denk ik. Ja, hij heeft een rit gewonnen in Kopje Bartali. In Kroatië daar zijn eerste of tweede koers, de UMAC-trophy, ook al direct gewonnen als een belofte. UCI-koers, dus derde op het WK van het jaar in Leuven bij de belofte. Van wat jaar is dat? Is dat... Van 2001, dus een jaar jonger dan... Hij heeft ook een alternatief programma als Van Aert. Ja, dus hij zit een beetje in de topploeg en hij krijgt kansen. Ja. Dus ik denk dat alle elementen wel in zijn voordeel spelen. Ja, was ook al een keer tweede in de UAE-tour, achter Philipsen en voor Bennett. Allee, voor een Viviani, een Demar, een Dainese, de DSM dan. Dus ja, dat is wel... ze hebben in Nederland wel een paar goede sprinters. Rappe mannen. David Dekker is de hoek niet graag. Ja, absoluut, absoluut. Ja, dan zitten nog met dan de gevestigde waarde Jacobsen Groenewegen. Ja, groen. Allee, dat ze dat doen in Nederland. Maar David Dekker is ook Jumbo, toch? Ja. Ja, ja. Ja, dan zijn er ook nog Mick en Tim van Dijk. Dat zijn ook twee die er toch aankomen. Allebei. Duvels. Ja, nee, dat was een beetje mijn moment eigenlijk. Dat ik die jongen... Allee, ik zie misschien zelfs al... Ja, kloppen, de allersnelste, misschien nog net niet, maar als alles een keer mee zit. Ja, als je al tweede kunt worden. Als je al tweede kunt worden, kunnen winnen. Ja. Ja. Zoals José de Kouwer zou zeggen, win maar eens een koers. Maar hij heeft gelijk, hè. José weet het wel natuurlijk. Of, nee, kijk, voilà. Of Patrick zou ook zeggen, win is win. Ja, pannenkoeken winnen geen koers. Pannenkoeken winnen niet, zegt hij. Ja, moment van Daan. Dat was natuurlijk, daar hebben we al een klein beetje over... Ja, ik kan natuurlijk niet anders dan een moment uit de Strade pakken. Ja. Hè, wat dat dus mij opviel, was die jonge Carlos Rodriguez, hè, van Ineos. Tadej Pogacar demareert. En je zit in een groep met daarbij Asgreen, Alaphilippe, nog meer echt alle gevestigde waarden eigenlijk. En dan plots komt daar een jonge gast die er toch nog durft naartoe rijden en even korter kwam. Maar dan is het uiteindelijk ook zijn ketting afgeslaan. En hij passeerde mij en ik hoorde zijn fiets ook wel echt rammelen. Dus ik denk dat hij later ook wel van fiets nog eens gewisseld. Uiteindelijk nog 20ste geworden. Mm. Ik vond dat zo straf dat hij naar Pogacar... Ja, hij ging hier natuurlijk waarschijnlijk niet naartoe gereden zijn. Maar toch op die moment nog kan demareren uit een groep met Alaphilippe, Asgreen, Valverde. Vond dat zeer straf. Maar onze gast Henri weet er natuurlijk meer over. Over Carlos Rodriguez. Zeker. Ik heb er eigenlijk niet zoveel samen mee gereden, maar vorig jaar en Avenir toch mee aan de start. Zat hij bij een bekende ploeg? Of bij de belofte? Die is direct van de juniors naar Ineos gegaan. Dus die had toch wel direct in toeg dat dat geen gewoon was, blijkbaar. En vorig jaar was hij eigenlijk ook al heel sterk, maar ja, vooral in dienst van de ploeg dan waarschijnlijk. Dat is niet direct in het zicht. Maar dan in Avenir toch tweede geworden en die laatste rit, ja, echt 50 kilometer solo gereden, denk ik, over de Niseran en ja, arrivé op Petit Saint-Bernard. Dat is wel een lastig ritje. Dus zeker talent, hè. En Valencia ook dit jaar. Ja, derde in het eindklassement. En een tweede in die Koninginrit, of was het ook derde? Ja, tweede inderdaad. Ja. Dus ja, dat was wel... Stonden daar wel echt wat namen aan de start. Bij denk Valverde en zo achtergelaten. Ja. Remco ook. Dus ja, het is zeker een om in de oog te houden de komende jaren. Sluit misschien ook wel aan bij uw moment? Of wat ja, dat is waar. Ik wou eigenlijk zeggen dat eigenlijk een beetje veel belofte waar dat ik vorig jaar mee reed. En er direct laten tonen eigenlijk in februari. Hè. Dus Tobias Johannessen bijvoorbeeld van UNX. Besseijen wint direct naar rit. Wordt derde in het eindklassement, denk ik. Denk ook Juan Ayuso. Ook direct op de afspraak, toch? In de La Guardia, 1, 2 en 3 waren ze. En hij was derde, zeker? Ja, tweede zelf, eigenlijk.
En ja, in de droomklassiek was hem ook mee met Vingegaard tot op een kilometer van de meet of zo. Dus. Ja, hij is echt wel ook al sterk bezig. De jonge renners doen direct mee. Ja, ja, dat is een feit. En, dat is misschien ook een goed bruggetje naar Roman. Je doet ook direct mee. Ja, ja. Zevende, achtste en negende in het klassement. Ja, dat was goed. Ik was wel content. Ik had juist wat meer verwacht van die laatste klimrit. Naar, wat was Chabella Fit. De achtste plek. Ja, dus daar had ik niet de been dat ik verwacht had. Maar al bij al zeker goed voor een eerste koers. En ja, ik hoop dat er nu gewoon nog een % is bijgekomen. Een keer laten flikken ook in de finale, dat er een hartje viel. Ja, dat klopt. Ja, en de massasprint van de tweede dag, denk ik. Ja, het is juist een beurtje dan eigenlijk voor de sprint een beetje proberen voor te bereiden voor de ploeg. Dat is uiteindelijk ook niet echt goed gelukt. Maar dan ja, sowieso even kapot zitten, even uitblazen. Een beetje naar van achter, verkeerde kant van de rotonde gepakt en 14 seconden verloren. Dus ja, dat kost mij nog 2 plaatsjes in het eindklassement. Ja. Maar ja, veel gaat dat nu niet aan het seizoen veranderen. Nee, maar toch wel. Ja, en hebben de prijs dat je gehad hebt in de Ronde van Oman, ja, was toevallig geen vatolie. Ja. Dat nog goed van passen komen dag van vandaag. Ja. Zijn gewicht in olie. Jammer, ja. Het zou beter een beetje diesel zijn, want... Ja. Dat we die onkosten toch niet moeten betalen voor vandaag, hè, Arie? Ik zie dat hij met een kameel is gekomen. Hij heeft hem toch goed vastgebonden, hè. Ja, nee, die transportkosten... Bedankt om naar hier te komen. Kijk, je wordt beloond met een heerlijk frisse taart, een koekje. En een tas koffie, want dit is natuurlijk de koffiestop. Ja, misschien even toch de naam verklaren. Ja, hoe zijn we bij de naam gekomen? We zouden daar een heel, heel mooi verhaal kunnen ophangen, maar uiteindelijk was het enige dat het nog vrij was, zeker? Ja, qua rechten en zo was dat nog het enige mogelijke. Dat nog iets of wat klonk, zeker? Maar ook natuurlijk omdat wij al een keer graag houden van een koffiestop. Hè. Ja. En wat gebeurt er tijdens een koffiestop? Spreken over de koers, over de recente koffieklappen in de koers. En eigenlijk is dat geen wat we nu eigenlijk doen. Dat is ook de enige reden waarom ik en Ben nog fiets, hè, voor de koffiestop. Ja, spreek voor jezelf. Ja, heb hetzelfde machine of mij gekocht. Dat is echt om ons gewoon tot de WM te lokken in zijn nieuwe woonst. Ja, inderdaad. Ja, in mijn nieuwe woonst ben ik goed geïnstalleerd met mijn koffiemachine, het is waar. Ik denk dat de volgende aflevering bij Daan is. Ja. Oké. We zitten nu trouwens bij Luca. In het verre Houtem. Oh, zo'n mooie Houtem. Waar het ook het DK voor beloften door gaat dit jaar. Absoluut. Ja, Luca. Misschien kort even de ambities uitspreken voor de BK hier. Doe ik niet. Hè. Nee. Blijft voor mezelf. Ja, nee, inderdaad. Dat is mij ook ter oren gekomen. Baaskampioenschap. 28 augustus. Ze passeren net niet aan mijn deur, dus dat is wel jammer. Anders was het hier VIP-arrangement en zo. Maar kijk, ja. Het parcours valt toch wel tegen. Ja, het valt ietsje tegen. Zeggen, mijn type de renner. Supporters gaan met bussen komen, maar ze kunnen allemaal de bussen, allemaal te voet, jong. Dat is goed voor de voeten. Ja, de laatste 3-4 kilometer is eigenlijk één rechte lijn de grote baan hier af. Dus ja, als je een minuut hebt, zien ze nog rijden. Maar, ja. Okay, maar... En is dan Arrivé op de markt? Ja. Gaat het spektakel zijn, denk ik. Dat is nog ver, hè, Ben. Als je dat wint, Luca, ja, dan de rest van je leven een sterrenstatus in Houtem, denk ik. Zou hem dat niet al hebben, moesten we gewoon BK zijn. Als het BK is in Libramont of zo, ja, hebben we toch ook sterrenstatus in Houtem? Minder. BK in eigen dorp. Ja, de eerste kans bij de belofte nog natuurlijk. Hè, maar... Ja, maar in 2024 is voor de profs ook een keer in de streek. Ah, zotte helemaal versie, ja, dus. Ja. Misschien precies van Luca van Boven. Dat is dan meer voor Harry misschien. Hè. Ah, ja. Of ik als supporter kan ook. Swanier. Mechaniek kan het niet zo goed. Swanier, dat gaan we nog doen. Heb jij ambities op de kampioenschappen eigenlijk, Harry, dit jaar? In Middelkerken is het bijzonder. Ja, ik weet niet... Aas op de kant. Het is alleszins niet voor mij. Of het WK in Australië bij de belofte dan misschien? Of? Ja, daar is nog niet over gesproken geweest, maar ik denk ook niet... Ik ben eigenlijk geen fan van dat feit dat prof-wielrenners met een belofte leeftijd nog kunnen meedoen. Ja. Uiteraard is het UC die regel moet veranderen en kan ik er wel nog heen komen als uiteindelijk profs dat doen. Maar ik ben er geen fan van. Mm-hmm. Oké, maar ja. Als ze het u vragen, zullen we het wel doen? Of je zou twijfelen? Ik weet niet, ik zou wel even twijfelen. Het zal ook te zien zijn wat de doelstellingen met de ploeg zijn. Dus maar ik denk dat ook vorig jaar was
met Vermeers dat ze dachten van... iedereen pakt uiteindelijk profs mee. Ja, als België dan uiteindelijk alleen met belofte afkomt, dan is het ook niet meer voor de prijzen misschien. Ja. Dus het is altijd een beetje kiezen. Hè. Ja, dan het WK is dan in Australië, het jetlag en dergelijke, want je gaat ook nog waarschijnlijk de Italiaanse najaarskoersen. Lombardije. Ja, veel kansrijk Lombardije inderdaad. Dus, dat je gewoon te herstellen ook. Inderdaad, ja. En waarschijnlijk komt je ook net uit een zware Vuelta. Ja, dat zal nog afwachten zijn. Het is nog niet zeker dat ik daar aan de start sta, dus... Ja, dat is dat. Goed, als het WK moet je vooral daar rijden. Ging de Vuelta niet een stukje in België passeren of zo? Of was dat? Ja. Maar ik weet nu niet, is dat daar in dat speciaal dorpje Baarle-Hertog of zo? Dat ligt eigenlijk in Nederland, maar dat is zo één dorpje. Ja. Een dorp dat we veroverd hebben, of wat? Ja, ik weet niet hoe dat precies zit. Moet maar kijken, inderdaad, als je kijkt op de grens, is dat zo ook zo afgemaken. Ja. Maar ik weet niet of dat daar is, maar ik had al gelezen. Ik had ook zoiets iets zien passeren, Moet ik in onze bronnen moeten checken. Ja. Ik ga kort nog, er staan nog geen momentjes op, de fietsen. Van hier was op het tak bij een tijdrit van Filippo Ganna. Volgens onderzoek zou daar 3 seconden mee kunnen winnen veel, op 50 kilometer. En in die tijdrit in Telenor is dat 1 second. Belachelijk of geniaal? Wat denken we ervan? Ja, als het zo is, moet dat doen. Hoe komen ze erop? Ja, moet er maar opkomen eigenlijk. Ja, het is, dus dan is het gegund. Hè. In de tijd was het ook wel zo van hoe dichter je met de auto bij de coureur rijdt. Dat is wel verboden, denk ik. Niet, of ook dan hoe hoger. Stond in iets in het artikel van dat ze nu wel pleiten om er meer dan 30 meter te moeten achterrijden. Dus nu is het nog 10 meter of zo. Dus, maar ik had al gezien dat iemand gereageerd had van Israël, Startup Nation, van dat ze de volgende keer met een teambus achter de coureur gingen rijden. Maar ik weet nog toen dat uitkwam, van dus hoe dichter dat je met een auto erachter rijdt, of ook hoe hoger dat een auto is. Ja. Dat was in een tijd dat Giant met die Mini Coopers reed. En dan hadden zij nadeel, zo gezegd. Sunweb, ja. Sunweb, Giant. Giant, dat was niet wel. In de tijd van dat Dumoulin. Ja. Probeerde geel te pakken daar in Nederland en zo. Juist. Ja, nee. Dus marginal gains om duren. Van Aert zei ook van, ik ben gesjareld, zei hij. Na de rit waar hij de groene trui nam. Ja. Heb je zijn story gezien met zijn flapperende... Ja. Allee, een beetje flapperende... Gesjareld, maar niet volledig gejost. Ja, het zijn toch de benen die tellen uiteindelijk. Het is dat, joh. Je had nog hoeveel had hem over? 2 seconden voor Roglic. 2 seconden voor Roglic, ja. Met Aeropak had hij er misschien 4 gehad, maar het was niet nodig. Ja, die slotklim, continu... Ja, blijven op de pedalen staan, ja. Dat maakt het verschil, hè. Oppermachtig, met de Red Bull helm. Ja. Kijk, het zal dan toch vleugels geven, hè. De tijdritambities van Harry, ook nog een mooie anekdote over. De tijdrittraining, ik heb gehoord dat er al fanatiek getraind is. Ja. En zelf de techniek de remmen is verliezen, neemt hij wel... Rem? Gaat dat niet van doen, Rem? Ja, dat is een goed puntje, inderdaad. Hier deze winter samen met Luca en Vast. Jentel, ook nog een vaste trainingpartner. En opeens gingen de remmen niet meer. Het was heel slecht weer. Dus wel even een gevaarlijk momentje. Maar toen nog wel remmen trouwens op mijn tijdritfiets. Die staat bij mijn thuis. Dus het is niet echt in perfecte staat afgeleverd misschien. Dus dat was sommige bijna kruispunten toch echt Luca zijn rug moeten gebruiken om af te remmen. Voor de mensen die Zottegem systeem wegkennen. Ja, daar staken we over en meneer kon niet meer remmen. En, chance dat er geen auto afkwam, want het was met de voet uit de pedaal. Thuis had mijn plakske afgesleten. Het was op het Belgisch kampioenschap van Her Eijgers. Dat ze zeiden, ik heb mijn friends opengezet. Moeten er plakjes. Ja. En ze hebben dekkers moeten openzetten. Dat was een beetje zoals Paul. Ja, weet die tijdritfiets, dat is enkele miserie. Kijk naar Egan Bernal. Die kan dat beamen. Ja. Maar dat is nu ook... Het is niet te vergelijken. Dus wel, hij haalt wel hogere snelheden. En kan er zelf ook van meespreken. Ik was nu niet een fout, maar vorig jaar ook een keer. Of 2 jaar geleden is het intussen. Levenslang in valide verkeer. Een keer op een auto geknald. Mijn tijd het fietsen, het is toch... Verschieten, hè? Ja, als je in je beul zit vast uiteindelijk. Hè. Dus, Je hebt te weinig tijd om nog te reageren. Ik denk dat ik sowieso had opgezeten, maar... Mijn gewone koersfiets kunnen wel nog meer remmen dan direct... een tijdritfiets. Ja,
sneller. Dat remt al niet krachtig. Moet je gewoon oppassen, denk ik. Want dat is het belangrijkste. Het schelde, ja. Het schelde, ja, inderdaad. Dat kunt je ook juist zijn. De leien, de schelde, ja. Kanol. Nico Matan zegt, niet trainen met een tijdritfiets. Gewoon drie lepels olijfolie op de start van de proloog en dat gaat beter. Zo. Hoe dat? Hij zei dat in een andere podcast. Nico Matan. Lepels olijfolie. Ja, dat was de tip van dokter Mabuse, de dokter van Nico en Frank. Ja. Oké, okay, goed smeren. En ja, Nico zei, ja, nee, ik heb een paar prologen gewonnen, maar ik trainde nooit op de tijdritfiets. Hij zei, dat gaf mij zo'n kick. Als ik bij de start met een tijdritfiets vast had, kreeg ik direct 5 minuten rappen. Ja, voilà. En gewoon dus een paar. En hij zei, ook voor een korte tijd, met kick. Niet eten. Maar dat bij mij niet. Maar... een verschot in mijn rug. Ja, zodanig weinig erop trainen dat je het gevoel hebt, maar ja, dat is een goede fiets. Ja. Maar zei hij ook niet vorig jaar na 3 trainingen ook naar een 20e plek in een Giro-tijd? Ja, een baby-Giro-tijd. Dat zal zoiets geweest zijn, maar ja. Ja, uiteindelijk. Dat waren gewoon goed. Dat kunt alles zijn. Iedereen met een pingpong-raket en hij. Ja, wel nog. Ja, maar ik ben alleszins geen aerodynamische tijdrijder. Ik heb het nogal moeilijk met mij echt diepte te leggen. Ja. Maar het gaat de goede kant op. Ook nu meer en meer opgetraind, denk ik. Nu is het, komt er ook een nieuwe tijdervies van Voskot uit. Met Scheren? Ja, met Scheren. Dat zou wel echt in orde tijdervies zijn. Maakt dat wel, ik denk dat toch wel wat scheelt. Ja, zeker in de bochten. Zeker, maar dat dan wel beter gaat rijden. Ja, meestal is het bij tijdervies gewoon een probleem, die velgrem. Ja. Voor af te stellen ook, want je er ook onder vond. Ja. Dat is toen vijzeke van onder. Mm. Ja. Oké, okay, jongens, nog een keer kort over de Strade en dan gaan we dat afsluiten. Pogačar, of Pogačar, wint bij de man, ongelooflijke solo. Die palmarès, dat is, hoe oud is hij? 23 jaar? Van 98, van de jaren. 3, Luikbas na Kluik, Ronde van Lombardij, 2 keer Tour de France, 6 ritten in de Tour, 3 ritten in de Vuelta. Vergeet ik nog iets van klassieker dat hij gewonnen heeft? Binnenkort Ronde van Vlaanderen? Ja, dat is de vraag. Dat was al een keer 15e bij de belofte-editie. Ja. Dus 22e in Wevelgem bij de belofte. Dus, maar hij gaat er kort bij zijn, hè. Als je op, ja, als je, ja. Ze maken er allemaal spel van, ik kan bergop rijden, maar kassein bergop is nog wat anders. Maar of een goede begeleiding in de ploegwagen heeft hij ook. Allemaal mannen die het parcours hier wel kennen. En hij zal wel een week ervoor zal hij wel afkomen. Het is niet dat hij niet alleen kan rijden. Hè. Als hij boven komt op de pater met 5 seconden, dan krijg je het niet meer toe. Ik zie hem ook gewoon begin 70 kilometer van Arrivé. Ja. Het is zo in dat gewoon niet stilvalt. Hè. Als Alaphilippe het kan. En ook dat parcours is ook wel echt veel klimmen. Hè. Vanaf de Canarieberg gaat daar via Louise-Marie, Auton, Kruisberg, Tuinberg. Dat stuk gaat heel belangrijk zijn. Jeanne van der Poel, dat is jammer. Hij staat op de deelnemerslijst op Pro Cycling Stats. Staat hij voor Vlaanderen. Dus hij zal wel. Hij zal wel. Ook wel, man. Nog een klein detail. Victor Kampenaerts, Vermeers en Van Moer kwamen met de vlogs en dergelijke er openlijk vooruit dat ze in de Sincrosfera zaten in Spanje. Verleden week in Extra Time Koers. Adrien van der Poel zit ook in Spanje. Op gemak heeft een goed hotel, maar de naam werd niet vernoemd. Nee. Ook. Want ze waren erover bezig. Hè? Ja. Van, zit er een hoogtehotel en hij zweeg in alle talen. Ja, ze zweeg in alle talen. Dus ja. Echt een geheim zijn, zeker. Maar hij zal wel goed zijn met Van der Poel, zeker Amstel en Roubaix. Vlaanderen ook al. Ja, Vlaanderen al ook al goed. Ja, misschien een keer even Luik gaan. Hè. Ja, waarom niet? Dat heeft zal wel zijn. Hij heeft daar in Luik top 10 gereden, de dag nadat hij zijn solo deed. In Ekelkamp. Ja, de 2020. Dat reed hij al op 1, pijs ik. Dat reed hij al, denk ik, ik weet niet meer exact. Ik denk dat de 8e was of zo in Luik. Zoiets. En dan had de dag ervoor dan 60 kilometer alleen gereden. In Gerasbergen. Bij Salve 6, dat een puntje van de tweede groep. Ja. Ja, dat is ook een alleskunner, hè. Absoluut. Maar ik denk dat de Strade toch ook wel getoond heeft dat die ploeg wel meer is dan Van der Poel alleen. Want je hebt dus Van der Poel. Ja. En dan in die hele grote val is Vermeers en Gogel uitgeschakeld. Mm-hmm. En dan nog hebben ze de 12e met Floris de Tier en de 22e met Xandro Meurisse. Ja. Mm-hmm. Wat dat uiteindelijk toch, sterk. Toch wel... Super, sterk in de breedte. En Floris de Tier wordt soms vergeten, maar die heeft echt al... pak zijn pro-cyclingstats. Jallo. Was al een keer top 15 in de Strade voordien, hè? Niet enkel dit jaar. Toen hij bij Jumbo reed. Nee, wacht. Ja, ik denk dat hij toen bij Jumbo reed. Ja, dat komt niet zo in beeld, hè. Maar vanaf dat je bij goeie renner, hè. Ja,
Ja, en dan Kopecky, ja, mooi hè. Als je Van Vleuten kunt kloppen, dan komt die overwinning toch in een ander perspectief, hè. Denk ik. Ja, het was wel, straf om... Ze rijden op die slotklim 7 seconden sneller, maar ja, natuurlijk. Pogačar had er een enorme solo op zitten. Uit, maar het toont toch aan dat ja, niveau... ik had gewoon niet verwacht, Kopecky, die Van Vleuten klopt, dat is wel echt... Ja, op zo'n zwaar parcours, in de ronde tot daar aan toe, maar een parcours als de Strade. Ja. Was dat toch wel heel straf, hè, op die hele steile strook daar, dat Van Vleuten eigenlijk een meter gepakt. Maar ze plooien niet. Ja, en dan eigenlijk wel die laatste bocht wel echt goed gepakt. Ja, dat is het. Techniek, ja. Hè. Ja, was wel... Ja, voor de tunnel, ja. Zie je uiteindelijk niks heeft verkeerd, hè. Ze riep kop, joh. Ja, perfect gedaan, hè. En ze rijdt nu ook bij de beste ploeg ter wereld. Ja. Zal toch ook... Ja, want in het stukje daar van Extra Time Koers zei ze daar ook de dag op voorhand van... ik wil de koers winnen. Toch wel chapeau als je dat uitspreekt in zo'n ploeg. Mentaal ook sterk, hè? Ja, heel sterk, hè. Bij wie reed die vorig jaar dan eigenlijk? Bij Liv. Liv, sorry. Ja. Ja. Eerst Lotto, dan een jaar Liv en dan nu SD Works. Ja. Een andere jongster dat goed gedaan heeft van de week. Ex-ploegmaat van Luca. Ja. Arnaud Delis wint GP Montserrat. Ja, sterk. Ik had hem al in mijn... Sports en wielermanager voor Samijn op 1 gezet, maar ja, de Montserrat telde niet mee, dacht ik. Nee, ik weet het niet. Ja. Niet, maar voor dus, een week in de Sportsa-ploeg ook. Ja. Nee, ik zei het. Allee, niet zo onderschat hem niet, maar het is nog super jong natuurlijk en voorzichtig blijven, maar... Ja, wie was dat weer? Was Holstein of hoe noemt hij? De tweede in de Montserrat? De Bond en dingen. Holstein. Van Arkea. Hofstetter, ja. Ja, ja. Ja, die is wel goed bezig. Dus. Ja, want je dacht dat Hofstetter ernaast kwam en erover, maar hij bleef steken. Hè. Ik keek nog een keer even snel nog een keer. Niet, dus, maar dat is echt wel zijn sterkte. Dat ik ook altijd zie in de sprinten. Die laatste 100 meter kan hij echt nog... Ook altijd zijn finishfoto. Dat is precies een monster. Hè. Dat is echt een gorilla als die zijn ontlading geeft. En uiteindelijk is dat een super simpel. Ja, super simpel gast. Ja, ook zijn interview vond ik ook zeer fijn. En die ook... Heel belangrijk. Hij kan redelijk goed Nederlands. Ja, echt heel goed. Hij heeft tijd ook Nederlands gereden. Dat maakt ook Vlaamse fans. Ja, dat wordt wel echt in dat... Nu al veel sympathie. Ja, we zijn van toch ooit een keer moeten uitnodigen hier. Ja. Dat komt goed binnen een paar weken. Zeker en vast. Staat op ons lijstje. Na zijn titel. Nee, hij mag al niet meer meedoen. Juist. Ja, jongens, er staan nog twee koersen op. Parijs-Nice en Tirreno. Bespreken we ze nog kort? Ik heb misschien nog één... Ja, zeg maar. Ja, het is niet echt iets... Super groot, maar Fabio Jacobsen in de sprint dat hij daar wint, dat maakt mij eigenlijk... dat maakt mij niet, maar wat mij wel opvalt dan, die hele rit, als zijn beeld toont, altijd goede cadans, mooi in dat wiel. Terwijl dan Van Aert komt dan op het einde tekort, omdat hij echt vol een bak Laporte ook uit de wind zet, wat misschien ook de bedoeling. Ja. Vol een bak mee die wires trekt, echt mee draait. En Jacobsen zit daar gewoon op zijn cadans rustig in het wiel. En dan zijn dan die percenten dat hij dan wint op het einde. Dus. Maar ik denk ook sowieso, Jacobsen voor dat moment is echt niet te kloppen. Niet mee, nu, als je ziet, de laatste 100 meter nog, rijdt dan een keer 2 meter van weg van Aert. Dus. Beste spurter op het moment. Ik vond het daarna de sprint van Peders ook wel indrukwekkend. Lichtjes bij Bob Ayer Hellend was dat. Ja, zeker. En dan daarna dan ook nog eens top 10 in de tijdrit. Mats Peders is een goede doen. Ja, en mogen we zeker verwachten voor zeker Gent-Wevelgem. Ja. En waarschijnlijk ook wel de ronde. Is dat het tweede geweest? Het is dat. Ja. Zeker en vast, ja. Tirreno. Wat mij in Tirreno eigenlijk mij opvalt, is dat Pogačar demareert voor die tussensprint. Ja, maar. Je zou denken dat hij bergop toch er gaat. Allee, hij is de beste. En dan heeft dan hij schrik van Evenepoel? Misschien? Denk dat ook. Ja, ook van zijn stijl van koersen, denk ik. Te veel hoesting. Ja, het is geen een tijdrit meer, hè? Nee. Dus, het is de rit alleen en stand binnen dit. Maar is hij nu al leider? Want hij heeft vandaag gewonnen. Vandaag. Ja, vandaag is hem leider. Ja, vandaag een dubbeltje voor UAE, zowel in Parijs niet als in Tirreno. Merlier ook gewonnen in Tirreno. Ja, ook direct. De nul van boord. De snelste Belg, denk ik, hè, als het echt op snelheid aankomt. Ja, op misschien... Niet op de macht misschien, maar... Op de macht misschien juist wel. Ja. Ik weet niet, Philipsen dan meer... Merlier misschien meer power dan Philipsen. Ja, pas op, ze. Ik denk dat Philipsen toch iets meer een complete render is. Dat is sowieso, maar ik bedoel, zo echt puur een machtssprint. Snap je wel.
Maar ja, qua absolute wattage zal Merlier meer stoompen. Ja, dat natuurlijk denk dat Philips wel meer sport. Piloot is dan Merlier. Ja, sowieso. Dat zal wel bij en dat dan de plaatsing toch wel belangrijk is. Ja, dat kunnen ze wel twee. Maar Philips, ja, ook goed bezig. Ze hebben daar ook een luxe bij helpen zien. Vlak van sprinters. Ja, die McNulty trouwens ook echt zot bezig zijn deze jaar al een paar keer. Ja, vandaag. Dat is ook een strafnummer. Solaire ook. Ze winnen in Tirreno, ze winnen in Paris-Nice. Het is niet alleen Jumbo dat de Die en Jumbo leiden de dans. Natuurlijk, we moeten het misschien nog kort hebben over het nummerke. Het is al veel besproken op alle kanalen. Met drie man naar de meet in Paris-Nice. Misschien, bevalt er daar nog over te zeggen? Niet veel, hè. Ja, ja, straf, hè. Denk ook, Van Hooydonk doet daar straf. Ja, Van Hooydonk trekt de boel op een lint, hè. Ja. Dat doet hij ook al heel veel. En dan natuurlijk, ja, Laporte. Ja, die andere man zat nog continu in de windterrein dan, op de lint. Wat ik ook wel gezien had van de 3-4 kilometer voor de klim, trekken ze eigenlijk alles op de kant, waardoor dat de anderen van Jumbo schoon uit de wind zitten en heel veel van peloton zit naar op de kant. Hè. Dus volgens mij, ik weet niet, Stibar zat hem misschien ook al 5 kilometer op de kant. Ja, dat scheelt wel. Maar ja, anderzijds, Jumbo is heel goed, maar het is ook Wout van Aert en ook Primoz Roglic en ook Laporte. Dus het is ook een wild, hè. Laporte, misschien een kleine anekdote. Livigno. Ah, Livigno, ja. Juist, van een andere Laporte gezien toen. Zonder afbraak te doen. Bij Cofidis. Wanneer was het? 2 jaar geleden? Zeker? Equipo, zijn we op hoogstaan geweest. Ik, Luca, Henri, naar Livigno. In volle corona, ja. Schitterende 14 dagen. Of 15. 3 weken? 20 dagen of zo. Oh, ja, 20 dagen, ik weet niet, ja. Schitterende periode had daar in Livigno, prachtig. We zaten daar ook in een Alpino Lodge. Alpino Lodge, ja, een hotel. Zoekt. Met CCC zat daar. Ja. Cofidis. Cofidis. Nog een paar van Alpen gezien aan de overkant van de straat dan. Ja. Otto Verhaard ook. Ja, ja. Ja, en dan in een avond was het, de mannen van Cofidis in de laatste avond. Zonder dat we het wisten, zijn we er in een bonte avond geëscaleerd. Ja, teambuilding van... Dat is de beste teambuilding, kijk. Bij Lotte doen ze dat nu ook. Hè. En Luca heeft nog gezegd tegen Laporte van... kijk, Laporte, een rit in een tour, ik zie het u doen. Ja. Dus nu rit in Paris-Nice. Dus misschien... Komt eraan. Hè. Dat is hoe die rode wijn doet, dat hij de basis heeft gelegd. Hè. Op hoogte dan. Op hoogte, dat is. Je wordt gewoon beter van te zitten. Hè. Ja, misschien is dat al de pro-tip voor straks, maar... niet vooruitlopen. Ja, jongens, dan... ik weet niet, als je er nog iets wil... Ja, waar raakt Remco in Tirreno? Juist achter Pogacar. Ja. Niet veel aan te doen, zeker? Ja, denk kan ik toch. Kan altijd, hè, maar... Wat denk dan? Ja, ik weet niet, ik heb vandaag de rit niet gezien, eigenlijk, maar... Heeft één keer een demarrage geplaatst, maar... Dat is een kilometer. Ze waren er direct weer bij. Dus ja, ik weet niet... Eerst denk ik getelefoneerd. Ja. Ja, ik denk bij Pogacar sowieso de beste, maar ik dacht misschien met die tijdrit daar hem kunnen nog voor kon blijven misschien. Maar het zal moeilijk worden nu als het een effectieve leider is. En ik denk dat Evenepoel ook meer naar de Waalse klassieker mikt. Ja. Denk je dat hij ooit Luikbas na Kluik en dergelijke kan winnen? Ja, dat zeker. Ja, ik denk dat wel. Nu al? Misschien, ik denk dat hij eerder zo'n koers gaat winnen dan een Tour of een Giro. Ik denk dat hij eigenlijk vooral nog moet groeien in het Goochebergte. En dat als je hem ziet rijden, leuk en zo, ja. Maar ja, hij zal wel alleen moeten binnenkomen, denk ik. Maar ik denk dat hij op sommige dagen wel zodanig sterk is dat ze niet anders kunnen dan hem alleen laten rijden. Rijdt Tadej ook leuk vandaar? Dat weet ik niet. Het zou wel veel zijn, zeker. Het kan wel veel, maar ja, bon. Dat zou wel kunnen. Die jongen, hij rijdt leuk ook. Het programma van Tadej is Sanremo, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, dan Tour van Slovenië en dan Tour de France. Maar ja, Tadej ook in Sanremo, ja, ze gaan hem niet afrijden. Hè. Het zal met een uitval moeten... Allee, hij gaat mee zijn met de groep die wegrijdt op de Poggio en het zal dan met een uitval moeten zijn. Dus al stuiven als ze een beetje naar elkaar gaan kijken, een paar seconden. Mm. En dan zo gaan ze hem waarschijnlijk kunnen kloppen. Dat is ook echt... Echt explosief eigenlijk. Ja. Hè? Ja, hij kan hij wint misschien meestal alleen of solo. Ja. Ja. Maar als hij zijn sprint soms bezit. Ja, klopt. Van Aert in Tokio. Hè? Of juist nee, net niet. Net niet. Maar kijk, als je dan een van de snelle mannen in de wereld... Ja, dat is natuurlijk na een koers van 4000 en zo veel meer. Ja, dat is misschien altijd wel anders, maar toch. Ja, als je ziet, Sanremo, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik.
ja, ik heb het gevoel dat hem, ja, dat hem er bijna gewoon met zekerheid bijna twee van kan winnen. Ja, nee, of twee van gaat winnen. Dwars door Vlaanderen is nu altijd zo rond een trio. Daar ja, zo een draaien, keer of drie Kluisberg trio. Waalse Pijl. Ja, dat is... Weet ik niet wie er hem daar kan. Roglic. Of Alaphilippe. Alaphilippe is misschien nu nog niet... Ja, maar ik denk ook wel Waalse. Hij gaat ook de Vlaamse skippen in nu. Alaphilippe. Hij gaat de Vlaamse klassiekers niet meer doen. Hij was wel goed in Tirreno gisteren toch ook. Ja, een Alaphilippe heeft dat nodig. Misschien heb je in de benen. Dat die kan pieken. Ja, zeker. Stel, je kunt ooit, of volgend jaar, allee, of als je van de ploeg zou veranderen, kunnen knecht worden voor Remco. Zou je dat ze zitten of zou je zelf zijn? Ja, ik heb wel echt zelf ambitie om kopman te worden. Oh ja, dat is een beetje moeilijk om daarover uit te spreken misschien ook. Maar het is misschien nooit wel als je allee, zelf... Natuurlijk heb je altijd zelf ambitie om zo ook mogelijk te raken. Maar als dat uiteindelijk niet... Allee, als ik zie dat ik zelf niet in een grote ronde... echt hoog kan mikken, dan is het zeker mooi om ooit een tour te winnen met iemand. Ja. En als dat dan met een Belg is, ja, zou dat in principe wel fantastisch zijn. Zouden, was u eigenlijk uw status nu al in de ploeg? Oké, je bent neoprof, maar allez, ze weten ook wel dat je echt wel bergop goed kunt. Ja, ja, ik denk wel, vooral dat ik ook deze winter echt een goede stap heb gemaakt. En ze hebben heel veel vertrouwen in mij, dus dat is wel echt fantastisch. Waardoor ik de ploeg echt wel dankbaar ben. Ja. Ook in Oman direct de vrije rol eigenlijk een beetje gekregen. Ja. Veel vrijheid. Dus die koersen is het wel plezant om die vrijheid te kunnen gebruiken dan. Dan is het ook een beetje een afwisseling. Soms met Bardet in de ploeg of zo. Ja. Dan rij ik ook een keer met plezier op kop. Toffe kerel. Ik heb me uitgewend. Ja, dat is zeker een vriendelijke gast. En ook wel nuchter en zo. Dus ja. Je lag ermee op de kamer op stage, zeker? Hè? Bij de kennismaking in Nederland. Ja. Ja, dat was, Kan die iets anders dan veranderen? Eigenlijk, of? Ja, ja, dat is zeker. Engels. Hè. Die heeft ook gestudeerd, denk ik. Nee? Hoe je eerst indruk gemaakt. Ja, zeker. Ja, ik weet niet welk diploma die heeft inderdaad aan de universiteit een of ander diploma behaald. Ja. Mooi. En de degenkoop, hoe is het daarmee? Ja, ik heb hem ook al lang niet meer gezien. Hem nog gehoord vandaag. John Beton. Nee, ja, hij heeft hem niet direct kunnen tonen in de omloop in Kuurne, denk ik. Momenteel in Paris-Nice. Ze zijn wel op hoogte geweest, hem en Niels Eekhoven, denk ik. Samen met ook Bardet, Leknesund en Arasman die daar zaten. Arasman ook gewoon tijdrit, hè? Ja, Arasman. Zesde of zo, zevende? Ik weet niet. Ja, zij zijn in tijdrit. Dat is voor mij zeker een verrassing, want dat is echt, die kan echt wel wat nummers neerzetten. Die was trouwens tweede in Avenir na Pogacar. 18. Juist, ja. En dat was tussen strafvolk, want Almeida stond achter hem. Ja, ja, we hebben het keer bekeken zeker, eigenlijk, toevallig. Dat is zeker iemand die in de toekomst... Maar goed, bij DSM wel een mooie jeugd. Hè? Allee, Kevin Vermaak zit daar. Ja, heel veel goede, echt de beste renners van de jeugd eigenlijk. Hè? Ja, dat is allemaal bij DSM. Het is dat. Dus als we die mannen eigenlijk kunnen samenhouden, dan kan dat naar later toe een heel straffe ploeg worden. Ja. Ik denk Leknesund was ook echt bij de top drie beste beloften van het jaar. Wieneweeks. Marco Brenner, een jonge gast, een Duitser, daar zijn ook wel echt veel van verwacht. Zat hij in de vroege vlucht in de straat? Ja, samen met Leon Heijske. Ja, ja, dus zeker een paar. Want wie trekt nu zo wat de ploeg? Is dat Krag Anders en Degenkoop? Die drie? Zo wat, of? Van klassieke kern? Ja, gewoon in het algemeen. Ja, denk, zij de wie zijn de leiders? Kern, en ik denk Bardet een beetje op vlak van ronde. Ja, werken. Ronde werken. Ja, mooi. En eigenlijk om daar straks een beetje op Luca daar terug te keren, wat dat hij vroeg. Je bent natuurlijk in het verleden al wereldkampioen geworden met Remco. Ah ja. Wat dacht je? Je zat toch in de ploeg, hè? Toch een mooi moment, vermoed ik toch ook. Ja, dat was eigenlijk wel een straf plusje als je erop terugkijkt. Ook van Wilder, Verlussem, Patijn en Van der Beken. Goeie maat van ons, de Narom. Ja. Ja, dat zeker. Dus, goeie mechanieker ook. Ja, die wordt ook nog veel kans prof. Absoluut. Vervloest hem ook echt sterke coureur. Dus denk misschien dat we later daar ook wel nog schoon op kunnen terug. De goede lichting. Ja.
Heb je zo wat geen anekdotes, Luke? Harry, over dat WK, want hoe dat verlopen is, want ik had in het begin altijd die hele grote val. Eigenlijk zelf heb ik niet heel veel kunnen doen voor de Remco. Zat hij ook bij die val, of? Ja, ik zat er eigenlijk door, maar dan achteraf zag ik dat mijn spaak er toch uitgereden was. Dat was een beetje de beeld van Harry die achteruit kijkt en doorgaan. We zijn gevallen, doorgaan. Ja, dat was wel spijtig natuurlijk, anders zat ik ideaal. Moest ik gewoon wachten op Remco in het peloton. Maar nu, die vloog mij voorbij op die klim. Dus nee, dat was voor mij persoonlijk dan geen top WK. Vanaf wanneer wist het eigenlijk, Harry, dat je zei van ja, prof, nu ben ik het zeker of nu komt het eraan? Ja, Giro? Zeker, het was de Giro, ja. Maar ik had het jaar ervoor ook wel al het gevoel dat ik echt wel in die richting aan het uitgaan was. Ja. In Alsace was ik ook al echt wel goed als eerstejaars, dus het zat eraan te komen, maar ik had wel echt niet verwacht dat ik dan het jaar en al tweede in een baby Giro ging kunnen rijden. En dan ook nog in die zaren. Tuurlijk, na die stages in Livigno. Er is een baas gelegd. Dat is wel waar. Natuurlijk zijn. Ja, we hadden toen ook niet gedacht dat tweede in de eindstand, dat was wel... Allee, dat is straf en zeker achter Tom Pitcock. Ja, vooral de laatste rit eigenlijk was gewoon... Je hebt hem zelf nog ergens gelost, Pitcock. Is dat wel teruggekomen, maar bon. Je kunt niet veel mensen zijn, toch, hè, denk ik. Maar het schijnt omdat dat was omdat Henri niet op wattage reed. Ja, eigenlijk. Wat heb je met wattagemeters, Henri? Wel, wattagemeters... Sinds vorig jaar ben ik er eigenlijk mee begonnen. Bij Lotto af en toe al een wattagemeter gehad, maar die werkte eigenlijk niet. Dus, de SRM's. Ja, een paar keer terug opgestuurd, maar uiteindelijk marcheerde hij ook niet. Dus ik ben gewoon van de rest van het jaar zonder wattagemeter door het leven gaan. Dus voor al de techneuten onder ons, kijk, zonder wattagemeter. Was er gisteren een extra time nog, hè, dan ze over bezig waren van de invloed van wattage? Ja. Ja, nu is het een junior zonder begint al te flippen, dat ik zo doe. Dus. Eigenlijk wel erg. Was hij de junior nieuweling? Ja, dat is een hartslag van stom aan de ene kant, maar het is nu wel echt nodig, denk ik. En zelf al bij de juniors. Ja. Zouden we liever 20 jaar eerder gekoerst hebben? Zonder al de technologie? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus een beetje, maar ik ook wel. Ja, ik had hier ook opgeschreven als puntje. Je kunt wel hoe relativeren, denk mocht die wattagemeter niet werken bij een tijdrit, of denk dat je daar wel nog redelijk goed mee kunt omgaan, buiten sommige anderen zouden... Dat maakt hem ook als punt, hoe dat hij in zijn carrière staat. Dus, voor mij maakt dat... Kijk ook, wat zijn er veel die misschien ook niet echt in koers naar een wattage kijken. Maar een tijdrit misschien klimmen. Ja, zeker tijdrit. Dat is ook wel echt handig nu om daarmee te rijden. Mm. Maar... ik kan gewoon goed naar mijn lichaam luisteren, dat is belangrijk, denk ik. Ja. Dus misschien als mijn tip. Ja, dat is eigenlijk wel waar. De pro-tip. Als je ergens naartoe werkt de laatste jaren, zijn er eigenlijk altijd al echt goed geweest. Hè? Ja, dat is goed pieken. Gewoon heel belangrijk dat je op je slechte dagen niet forceert, denk ik, en gewoon je uren maakt dan. Ja. En als je echt goede benen hebt, moet je gewoon je blokken doen. En denk, uiteindelijk is het gewoon een mix van intensiteit. Een duurtraining en als je van alles wel wat gehad hebt, gaat het uiteindelijk goed zijn. En dan nog een keer een koers rijden of zo. Ja, want DSM's staan gekend als met alle kleine details bezig, heel strikt. Ja. Hoe zit het dan op vlak van training? Van als je zegt, ik luister naar mijn lichaam, valt dat te verenigen met de manier waarop ze werken? Ja, ze hebben niet liever zelf. Dus als je niet goed voelt... dan zeggen wij op voorhand gewoon van als je ziet dat niet goed komt, dus moet je dat niet doen. Maar inderdaad, je kunt wel je lichaam goed inschatten, want ik weet nog, ik denk dat we waren gaan rijden 2 weken voor Romaan, en je zei al van, voel me goed. Ik ga gaan voor een echte de vrije rol uitspelen. En eigenlijk heeft dat dan inderdaad toch gerealiseerd. Een paar mooie top 10's daar in Romaan. Ja. Ik denk wel dat ik geen problemen heb met stress of nee, dat denk ik. Ja. Ik denk dat misschien te veel onderschat wordt. Ja, heb je eigenlijk, wij weten dat misschien al, maar heb je eigenlijk al een keer een serieuze setback gehad of dat je echt pech hebt gehad en dat gaat al wat liet hangen of niet laten hangen, maar serieus moest terugkomen? Nee, een moeilijke periode in je carrière. Misschien
gewoon bij de juniors ben ik een keer een redelijk zware val in de afdaling in de vredeskoers. Ja, ja, heb ik serieus wat wondes gehad. Want dat is niet erg, ja. Iedereen heeft wel een keer wat wondes. Dan een maandje misschien, of een klein maandje eruit geweest. En dan ben ik ook wel nog ver gereden geweest door een auto. Ja, en de Pinarello in een stukken van je. Ja, maar dat was... Twee doma's. Met twee halven. Ja. Maar echt zware dingen, nee, eigenlijk niet. Ja, ooit ook wel een keer zwaar verlies moeten verwerken met de broodrommel van Luca dat we verloren zijn. Luca, misschien een anekdote. Ja. Op weg naar Livigno had Luca zelfgemaakte koekjes. Ja, allee, ik niet. Zijn, ik niet. Dat is nog sterkste. Ja. Dat is als een doos van Tupperware dat al 30 jaar mee gaat, eigenlijk. Ja. En bracht er nog zorg van, hè. Ja. Cool, ternozen, zo zeggen. Dus mijn grootmoeder had havermoutkoekjes gebakken. Gezond, evenwichtig, lekker. En voor de lange trip van 1000 kilometer. Ja, healthy snack. Ja, ja. Beter dan de taart dat hier nu staat. Het was 1000 kilometer rijden. Ja. En we stoppen een keer. Waar was het? Zurich, ergens, ja. Zurich, ja. Koekske, en we zetten die doos op tak. En we waren nog bezig tegen elkaar. Stel je voor dat we nu beginnen wegrijden en we laten die doos gewoon staan, jong. Ja, laat het vergeet. Ja, dat zou vreemd zijn, hè. En we beginnen voor iets anders. Allee, we zijn vuurt. Allee, we zijn vuurt, hè. Rijden. En ja, maar er was het een uur ja, later of zo. Zelf. Een kwartier erachter. Marie had alweer al nummer kunnen. Ja. Tja, waar is die doos? Ik zei, ik heb die ergens gelegd, er, links van nu. Niet jong. Allee, we komen aan, Livigno, we laten alles uit. Ja, die doos. Ja. Niet te zien. Niet te zien. En ja, zag je op tak, zo over twee strepen, zo, dat er iets is bijna sleen, precies. Ja. Vandaar, kijk. Warme oproep naar Tupperware, als we ons willen sponsoren. Om het alsnog ik heb een happy end van te maken. Mijn eigen zak, een nieuwe Tupperware doos gekocht voor de oude doos. Een nieuwe doos voor de oude doos. Nee. Dus ja, dat was inderdaad jammer. Maar ze waren wel lekker. Zag je het verschil? Nee, het was een roze dat ik gekocht had en het was een wit. Dus. Maar moest dat niet doen, jongen. Ja. Gaat uw grootmoeder voor de volgende podcast ook weer havermoutkoekjes maken? Ik wil altijd vragen, jongen. Misschien om niet stil te vallen. Ja, wat staat er hier nog op het... een expliciet, of een specifiek doel voor dit seizoen. Is dat er of is dat gewoon van aanvoelen, ervaring opdoen? Ik heb geen specifiek doel. Ja, of misschien direct is Catalonië wel... een groot doel, denk ik. Wat is dan het doel? Het klassement of een rit? Of? Nee, geen klassement alleszins. Normaal, ritzegens is de doelstelling van de ploeg een beetje. Dus daarvoor gaan we wel gaan. Rijden er nog iets ervoor, voor Catalonië? Normaal Milaan-Turijn, volgende week. Maar dat is nu een vlakke koers. Dus daar ga ik zelf niet echt potten breken. En daar in Italië is er ook niet zo goed weer. Dus inderdaad... Geen en daarna, programma na Catalonië? Na Catalonië, dus de Volta Limburg ook de 2e april. Het weekend van de ronde. Ja. Dus dag ervoor, ideaal. Dag erna. Kunnen we samen gaan kijken. Recuperatje en de ronde kijken. Ja. En dan Tour of the Alps, in het tweede deel van april, denk ik. 18e begint dat. Dat heb je al een keer gereden, zeker? De leerdeel, de vorig jaar. Ja. Zwaar rondeke. Keer 11e weet zeker in de rit? Of was dat 11e, ja. 11e in de rit, laatste rit. Ja, dat was goed. Want de dag ervoor zat ik de hele dag in de groepetto. Echt afzien. Dus ik was wel content dat ik nog een keer prijs kon rijden. Allee, prijs. Ja, 11e. Dicht zitten, joh. Als halfbelofte, niet slecht, hè. Ja. En Henri, als je ze in de voormiddag een zware training hebt gedaan... In de middag moet je dan rusten. Werkte je dan altijd aan je mapje op je gsm, waarin dat je korte filmpjes opneemt, het Bevergem, het eiland, de kampioenen? Want... Fanatieke fan van de kampioenen. Grote fan jij van alle Vlaamse series met een komische nootje. Kampioenen is wel verminderd de laatste jaren. Ja. Wat is je all-time favorite van de Vlaamse series? Het is moeilijk kiezen natuurlijk. Als je één moet zijn. Wie is dat maar het? Bevergem? Het eiland. Ik kan niet kiezen. Nee, het is te moeilijk. Het is te moeilijk. Ja, Harry is in de chat zo vaak de eerste die een antwoord geeft dan met een geknipt fragmentje uit, ik zeg maar eens, het eiland. Ja. Dat is ongelooflijk, hè. Niet beginnen zweven. Uw gsm, dat is goud waard. Ja, gewoon, als we die database ook een keer kunnen verkrijgen. Een harde schijf vol met
op elk bericht kan hij mijn filmpje antwoorden. Ook recent naar Van Vlees en Bloed beginnen kijken, zeker? Ja, ja. Het is al uitgekeken. Ik ga wandelen met de UPA. Ja, ook heel goed aanraden. Ik heb gehoord dat de dames ook zijn gaan wandelen met de non, dus stel open als je thuis komt. Dat ja, dat is waar. Henri zijn vriendin is gaan wandelen met die van mij, met de honden. Met die van mij? Is aan de leemand van de ja. Terwijl ja, dat de mannenpodcast ondertussen kijkt. Dat niet met de joepie was, hè. Dus, ja. Gilles Berre weet het nooit. Vrije raad, hè. Ja. Genoeg bossen, hè. Genoeg bossen. Ja, de pro-tip, ja, die hebben we al gehad, hè. Ja. Eigenlijk luisteren naar het lichaam. Ja, dan weet ik niet wat we nog moeten ooit doen. Was uw, ja, ik heb ook nog iets. Dus je zei van Denterham, de streken van Waregem. Mm-hmm. Vlak. Waregem tegen, en je rijdt toch zo goed bergop. En nu is dat misschien nog een voltreffer. Je hebt een vriendin die vanuit het, de Vlaamse Ardennen is. Dus je zit ook veel langs deze kant. Wat is zo uw favoriete trainingsritje? Of hier. Dat je zegt, ja, hier in deze côté, richting Vlaamse Ardennen, Pays de Colline. Welke beklimmingen doe je het liefst? Ja, dat is... Eigenlijk, als ik van Denterham uit vertrok, was altijd standaard. Bijna alle klimmetjes dat kon doen in 5 uur. Hè. Dus starten richting Oudenaarde was dat meestal. En dan beginnen eraan Nedelaar en dan naar de Berendries-Valkenberg, die kanten. En dan naar La Hoop toe. Ja. En dan uiteindelijk terug naar de kanten van Kluisbergen en zo. Dus, Kom op de Kluisberg, staat hij nog? Ja, de half en half pijzen. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, zijn er... Ja, pijzen. Hij loopt een beetje verder ook. Op de top. Maar ik denk wel dat ik nog... Okay. Ja. Ik kan er werk van maken misschien. Ja, het zal toch voor zijn. Maar dat was met een fantastische storm in. Dus, Ja, zo wordt de meeste week al mooi rijden. Ja. Ik heb het al voor wie stopt voor de piste nu ook. Ja, nee, hè? Ja. Ik heb nog een klein puntje dat hier op de boek staat. Iets dat Daan was opgevallen over Dries de Bond. Ah, ja, het is waar. Dus een Dries is in goede vorm. Mooi gesprint in Montserrat. En ik heb hem voor het laatst nog ergens van vorig gezien. Samijn zeker? Ja, Samijn deed hem ook mee. Ja, het was Samijn. Dus hij zegt, hij is goed bezig. En dan dacht ik even naar zijn pro-cyclingstad gaan kijken. En dan viel me dat op. Hij rijdt eigenlijk op Dwars door Vlaanderen na. Staat hij voorlopig op geen enkele Vlaamse klassieker. Dus ik vond dat... Dat zal misschien wel nog veranderen, zeker. Ja, hij staat daar voor Volta Limburg. Dus de dag voor de ronde. Hij staat daar voor Coppé Bartali. Het weekend van Gent-Wevel, GME3-prijs. Ja. En dus nu is natuurlijk ook Parijs-Nice en Tirreno bezig. En daar zat hij dan in Montserrat. Ondanks, het is een supergoeie renner. Dus ik bij deze een oproep aan de Roodhoofds. Waarom? Waarom gaan we Dries niet meenemen naar de E3-prijs, naar Gent-Wevelgem, naar de Ronde van Vlaanderen? Misschien is dat wel voor de info. Dus misschien niet ja, dat kan. He. Maar dat kan ook soms voor het seizoen een keer een beslissing zijn dat je voor iets anders wilt gaan of zo. Dus ja, soms zit daar meer achter. Was ineens volgende koers hier in de streek? Nokere koersen zeker? Nokere volgende week, ja. Ja. Was daar een Van der Poel ging starten? Dat zei de Wolf. De Wolf. Ja, maar die kan op het roon, denk ik. Ja. Hij belt iedereen iedere dag. Ja, ja. Die is zijn telefoonboek. Ja, vind ik ook wel een keer wel zien. Ja, de gsm van Henri en de gsm van Dirk de Wolf. Ja, als je die twee kunt hacken, dan zei hij binnen. Maar ja, inderdaad, volgende week Nokere, waar Arno de Lee start. Ja. Ik denk dat voor de jonge Vlaamse renners, Arnaud Delis, Arne Marit, Jordi Meus, toch een kans is om hun te laten zien. En als het... Ja, voor Delis ideaal naar IW, denk ik. En ook een koers alleszins. Ja. Ja. Benoot. Ja, jammer, hè. Hamme was vandaag weer al aan het trainen. Hij stond op de story van... Doet hem Restendam. Ja, van Luf misschien nog. Ik denk niet dat hij hem ook er doet, maar gewoon... Terug op de fiets, hè. Wat er getwijfeld werd aan wat voorjaar in het water viel, maar hij heeft toch al redelijk goed getraind. Ja, vandaag een verkenning tussen Kroon van Vlaanderen meegereden met Florian Vermeers. De Polder Blues. Ja, de Polder Blues Cycling. Heb je soms contact, Henri, met Tisch? Oh, niet zoveel eigenlijk. Ja, soms nog een keer. Je broer? Misschien moet je dat even vertellen. Was ook... Ja, mijn broer was ook wielrenner vroeger. En, Emiel? Ja, heel goede vriend eigenlijk van Tisch.
Ja. Traint er soms nog mee. Natuurlijk is het moeilijker, meer en meer, als je moet werken. Ja, absoluut. Maar samen met Laurens de Plus was ook een heel goede vriend. Dus ja, is wel van die lichting. Uiteindelijk moeten stoppen met wat problemen in zijn bloed. Dus, Oké. Okay. Ja, misschien dat ik nog één ding wil zeggen over Paris-Nice. De aantal DNF's, of de DNS vandaag, de Did Not Starts. 13 man, waaronder Polit ook. En ook een maatvraag van Rieke Vermaken. Ja, dat kan. Hij was nog bekende. Nog, echt nog Lampaard. Ja. Ja, Lampaard. Lampaard stond erbij. Ja, Trent kan je iets meer vertellen? Of? Trent ook. Ah, nee, ik kan niets meer vertellen. Griepke, COVID in peloton. Want Kevin had corona na Oman. Nee, oké. Okay. Dat was ook een klein uitbraak, zeker. Ja, het is straal dat ik het niet had heb eigenlijk, want ik denk dat er zeker 2 ploegmaten of 3 ploegmaten van mij corona hadden. Tarabieren kijken we er niet veel naar. Ja, maar het is... Wij zaten allemaal samen in één hotel en in één eetruimte. Dus ja, als er dan een keer in zit, gaat rap natuurlijk. Maar, is daar ook in een tijd niet begonnen? In 2020? In Abu Dhabi. In UAE. Als ze allemaal vast zaten. In Pluto. Ja, in de Formule 1. Ja, in 2020 zeker. Juist. Netbrak. Ik zie het hier benoemd vandaag 140 kilometer. Tegen 34 gemiddeld. Ja. Knietjes weer. Komen we goed voor die 3-prijs zeker? Hoe komen we voor het voorjaar? Allee, voor Vlaanderen? Misschien al tegen San Remo. Ik weet niet of dat San Remo op zijn raam. Misschien ook een keer goed voor hem dat hem nu echt fris kan zijn. Hij rijdt sowieso enkel maar E3-prijs. Ai, starten in E3-prijs. Ja, ik kan nog eigenlijk ieder nadeel heb zijn voordeel. Ja, bij Pitcock eigenlijk ook. Hij is nu uitgevallen met maagproblemen. Nu rijdt hem niet van. Rijdt geen Tirreno heen in Paris-Nice? Nee. Dus, Sanremo. Rechtstreeks naar Milaan-Sanremo. En in Sanremo gaat Ineos met een sterke ploeg hoog staan. Ganna. Ja. Heeft die ook zijn ambitie heeft uitgesproken. Ja, dan heeft hij wel de Poggio kan overleven. Als hij hem zag klimmen in... Waar was het? UAE? Als hij hem daar zag klimmen? En de Giro zag hij in het verleden jaar. Ja, natuurlijk. Hield ze allemaal af, dus ja. Die mens. Ja, dat is sowieso niet ver van zitten om te overleven. Ja, de koers is gelijk leuk. Moet Pitcock zeker ook liggen. Hoort je die soms? Pitcock? Nee, heb je daar contact mee vroeger? Nee. Amstel ligt hem sowieso ook, hè. Ja. Want eigenlijk vorig jaar, zo gezegd al gewonnen, er zijn altijd discussies over wat hij nu gewonnen had of niet, maar bon. Ja, Brabantse pijl gewoon, een koers waar we misschien nog Rie gaan zien van dit jaar? Normaal niet. Nee, dat staat niet op het programma. Ging je niet vragen? Misschien? Kom, toe. Ja. Allee, voor ons. Misschien moet jij een keer gaan vragen, Daan. Ik wil dat doen, Rie, als uw manager. Maar niet in beeld komen dan, hè, Daan. Lijkt dat je een omloop deed. Ja, juist. Moet nog pas aan het voor kijken van anderen. Met de strade heeft niemand mij gezien, dus dat was positief. Maar zou je ooit ambitie zijn voor KC-klassiekers te rijden? Ronde van Vlaanderen? Ik zou zeker de ronde wel een keer willen rijden. Als Vlaming. Ja, als Vlaming. Ja, het is ook gewoon... Parcourskennis is wel echt belangrijk hier. Ik zou nu niet zeggen dat alles is. Het zal alleen moeilijk zijn om op die stukken voor die klimmen. Dat is eigenlijk het moeilijkste voor een lichtgewicht in Vlaanderen. Heb je al uitslagen reden in Ronde van Vlaanderen, E3-prijs, bij Belofte Junior? Bij de Junior toen ik redelijk goed in haar was. Ja, Juniors was ik wel altijd goed in die koersen. Nooit echt uitslag reden, maar wel echt... Ja, ik weet nog dat mijn kuur... Als het zo 2 graden was, of niet, -2, waar dat Remco won, dat we toen in een groepje boven kwamen. Ja, kan zeker. Die korte klimmings kan ik wel, maar het is gewoon ervoor zo belangrijk. En eigenlijk zit al... Je klim is al gereden, meestal. Ja, zijn meestal... Ja, duwt. Voordat de klim begint. Geen vooral niet meer, hè. En geen vooral niet meer. Klaar. Ja, jongens, wie wint Paris-Nice? Primoz. Iedereen zegt Primoz. Ja, dat zomaar ook liefst. De andere copain, ze gaat weer mooi verdeel. Tireno en Paris-Nice. Hoewel de Vlaashoff ook niet slecht was, zeker. Lief? Vlaashoff was ook niet slecht. Ja, hij nog gedemarreerd vandaag ook. En Pierre Latour ook niet onderschat. Ja. Vlaashoff rijdt niet meer met de Russische kampioen. Ja. Dus, verstaanbaar met de geurde situatie. Ja, jongens. Misschien wie wint Nokere? Misschien is dat interessanter. We hebben het al gezegd, Arno de Lee. Denk je allemaal gezegd, de Lee, Van der Poel of de Lee? Eén of twee. Als Van der Poel start, als hij met dichtbij zit. Maar
Rijmerlier, Rijmerlier. Rijmerlier ook, hè? Wanneer dat... Soms kun je nog kort zijn, zeker, na die reden. Te kort, na die reden. Zit er twee dagen tussen dan? Ja. Wanneer is het nog, hè? Woensdag. Volgende week woensdag, ja. Allee, ik zal dan mijn geld zetten op tweevoudig winnaar bij de juniors Arne Maren. Ah, klopt, ja. Juist, ja. Die hebben vandaag Parijs-Roubaix geweest te verkennen, zag ik. Die hebben een wildcard voor Parijs-Roubaix. Ah, ja. Maar ja, ik zie dat ze waren gaan verkennen vandaag. Er is een discussie over, zeker een paar jaar geleden, dat ze geen wildcard meer kregen. Zeg. Ja, plots niet meer, en nu wel weer. Dat is wel schoon, hè. Maar ik weet dat Maarten ging starten in Roubaix, dat had hij al gezegd. Ja, chique. Jongens. Ja. Krijg je nog een voorjaar overleven. Ja, als je ziet. We zien het maar na afgelopen zaterdag. Benoemd. Wat gebeurt zijn? In topvorm, het is rap. Laat ons er niet op roepen. Nee, zeker en vast niet. Als je kijkt naar Laurens Naassen... Deel van de pijl had. Al na 6 kilometer zeker in de omloop gevallen. Mm. Sleutelbeen, dat is... Ja, het hoort erbij, part of the job. No. Spijtig genoeg. Ja, jongens. Henri, het was geslaagd zeker. We gaan sowieso nog een keer een deel 2 doen met Henri. Zeker, als vriend van de show. Vriend van de show eigenlijk, hè. Vaste analist, er is nog een contract daarvoor open, hè, als je daar ziet zitten. In de micro bijkopen kan altijd. Ere gast is hij sinds nu. Zal even af. Lintje. Nee. En als je de Vuelta rijdt, dan toch 2 keer een call doen bij ons. Ja, we kunnen hier op dat spel ook teams doen, dus dan zit er gewoon in. Ideaal. Nee, dus dikke merci om te komen. En, ja, zeker en vast. We gaan iets kennen. Onze volgende gast is nog... Question mark. Ja. Daar kunnen we nog niks over zeggen. Ja. Bedankt om te luisteren. Ja. Mannen. Tot de volgende. Ik kreeg dat dit te vergeten. Dus, Nee. Ja. 'Je gaat niet op de foto staan. Hè. Wat een machtsontplooiing. Stibar is de Bavard en komt Van Avermaet nog terug. Komt Van Avermaet nog over Stibar. Komt Van Avermaet dan nog over. Van Avermaet, het moet. Het is Van Avermaet. Van Avermaet. Delirium. Dat Van Aert. Is het aan het gebeuren? Komt Viviani nog? Is het Van Aert of Viviani? Het is Van Aert in de hand. En Olympisch goud. Olympisch goud voor de weg Van Avermaet. Voilà. Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen op 1. Tom Boonen is wereldkampioen.